Vandaag? Nou, die ging heel erg goed. Hij was wel verraderlijk, vooral met de klinkers. Nieuw onverwacht, onbekend. Maar Eddie heeft me goed gecoacht, goed begeleid. De notes klopten goed. En ik denk dat we daar wel veel uit hebben kunnen halen. Want we konden best een groot gat slaan naar de concurrentie. We ronden naar Kevin 1 keer 15 seconden en 1 keer 13. Wat echt vergeleken met alle andere proeven heel veel was. Omdat alle andere proeven binnen een seconde waren. We hadden continu een secondenduel tussen mij, Kevin en Timo. Hij was top. En nu op Sint-Uderode heb ik het dan een beetje in mijn voordeel naar me toe kunnen trekken. En nu hebben we nog één KP, KP Zon. En ik ben heel erg benieuwd hoe die gaat verlopen. We staan momenteel ook negende. En het zou leuk zijn als we dat vast kunnen houden.